bij de vrouwelijke X-Hang-competitie. Wat vond je hem ervan? Nou, ik vond het wel heel leuk en ik denk dat het wel stimuleert voor degene die krijgt tussen de dames en de famkes in zitten. En ik denk dat daarom dit wel heel goed, nou ja, iets is. En het is gewoon heel leuk, want uiteindelijk iedereen die mooi. Ja, sommigen niet in tussentijden in examens, die dan net mooi dienen, maar ik vond het wel een heel leuke volg het hier maar weer. Ja, wat dat ook, je weet vrij, kun je het combineren? Mooi om studie, mooi orde dingen. Nou, voor mij wil het best wel te combineren. Maar school ik wil, omdat de wedstrijd 4 uur winnen. Dus dan is het vaak wel nooit school te hebben. En voor mij, ja, ik vind het heel leuk om te kiezen. Dus ja, ik heb mooi de tijd voor eigenlijk. Dus ja. Hoe is dat bij jou? Nou ja, ik moet dan vol uit Grijnswijk komen. En nou ja, het ene dag is wat makkelijker dan de andere dag. Maar ja, zoals Gerd, ik zou het je geeft wat kiezen. Ja. Ben er verbeterpuntjes? Dat je hem zegt, misschien kun je daar eens volgende keer nooit denken dat beter kan. Nou ja, inderdaad, ik ben van mening dat waarom krijgen de dames een stedentrip en de heren een auto. Ik vind gewoon waarom ik dat net rugloekt. Het kiezen van u is even goed. En het verschil tussen dames en heren is ja. Dat is dan het verschil, maar dat is bij de heren en dames op hoofdklas X. Hè? Dus ik vind dat liekelijk met loopt worden, maar... Nou, dus door een auto, en door? Oh, ik ga natuurlijk niet leven een auto, maar... Weet je wat benzine kost, Frali? Ja, zeker, ja. Maar... ja, ik... Weet je wat je hem krijgt? Nee, ik heb geen idee, maar... Nee. Dat is jouw drek, denk ik. Jouw stedentrip, maar... Was je draaien? Ja, ja, draaien. Ja, waarom was je draaien? Dat wel. Maar... Weet je hem net wat je hem krijgt? Nee, we weten alleen stedentrip hebben jij het, maar voor de rest geen idee. Zo'n 150... euro per keerster. Oh, oké. Leuke stedentrip. Ja, dat is ik leuk. Ja. Dat is ik leuk. Kopstrikken op die uitspraak bij waarom? Want ik kan geen benzine voor eigenlijk. Nou ja, nee, dat zie je. Maar aan de andere kant, daar vind ik dat de heren een stedentrip vinden. Okay. Als het dan een auto is, dan een auto. En onze stedentrip. Ja, dat gewoon al hetzelfde is. Ja. Allemaal hetzelfde. Ja, maar... Ik die je mooi prijzen hield. 30, 60, 90. Dat is ik de rug loopt. Ja, nou. Dus dan op zich de eindprijs hoe dan ik nou wel leuk ben. Ja. Maar Zandstedentrip is van zo'n ja, leuk. Oftewel de familie Kroondijk aan voor 1500 euro op vakantie. Hey. Ja. Ik ga mij even.